Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn met ons team van Kik voor Breda Nu weer bij twee kunstenaars geweest. Sylvia Thijssen, die prachtige schilderijen maakt. En Maurice Spapens, modisch ontwerper, onder andere bekend van de muntenjurk. Sylvia, we staan hier voor een wit doek in jouw atelier. Ja, een groot avontuur. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. En dat is het leuke van een wit doek. Voor mij is dat avontuur. Hier kan iets gaan gebeuren. En wat, ja, dat zullen we dan gaan zien, denk ik. Dat komen dus het volgende kwartier gaan we zien. Want het is inderdaad nog maagdelijk wit. Je had het gisteren al neergelegd, heb ik gezien, op internet. Dus je hebt echt zin om het te gaan doen. Ik heb zin. Het is ook dat ik dan een beetje tijd heb om erop te concentreren. Om een beetje geestelijk voor te bereiden. Dat ik daar gewoon... Want je moet wel vrijheid nemen. Vrijheid om het de lef te doen of... Want ik weet ook niet waar het naartoe gaat natuurlijk. Blauw. Als je het over handafdrukken hebt? Ja, ik gebruik alles. Kwasten, handen, spatels. Gewoon wat er in me opkomt. Is dat ook vanwege het feit dat je er echt letterlijk je hand op wil zetten? Ja, het is echt wel mijn... Het wordt zeg maar mijn landschap. Dus het komt echt uit mijzelf. Mijn gebaar, mijn landschap. Mooi. Ik heb net naar muziek geluisterd en er zat een heel leuk ritme in. Dus ik wil eigenlijk even dat ritme erin terug. Zet hem eruit. Ja, dat gaat nou een beetje moeilijk, maar dat gaan we er gewoon bij bedenken. Ik vind dat wel fijn als het ook een beetje stil is als ik schilder. Maar ik heb soms wel het idee dat ik wel een soort symfonie aan het maken ben. Symfonie in je hoofd en dat komt dan op het doek. Nou, het is hetzelfde als een beetje componeren, zeg maar. Wat herken jij hierin dan? Ik zie een aantal mooie kleuren door elkaar lopen. Ik denk, dat is toch Sylvia niet? Ik herken eigenlijk mijn gemoedstoestand erin. Op een gegeven moment, en heel vaak heeft dat met mijn jeugd te maken. En ik denk dat dat is, omdat je als kind, ben je nog ontzettend vrij. Daar sta je zo onbevangen in de wereld. En die onbevangenheid is heel moeilijk als je ouder wordt. Ja. Heel moeilijk om die weer vast te pakken. Heb je die weer terug moeten ontdekken dan? Het is een constante strijd, vind ik, om die vrijheid te durven pakken. Ja. Dus zeg maar, stel dat mensen zouden zeggen, we ben je hier toch allemaal aan het kliederen of zo. Dan denk jij van, dat kun je wel zeggen, maar ik weet vanuit mezelf dat ik daar iets mee kan. Dat ik dat toch beheers. Nou ja, ik hoef het niet te beheersen. Het is echt de vrijheid om het te pakken. Ik denk dat ik ooit als kind was ik bij een expositie van Picasso. Mm-hmm. En ik stond er te huppelen. En niet omdat ik die schilderijen nou zo mooi vond. Maar om de vrijheid die die man durfde te pakken. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Maar het is moeilijk. Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat ik het ook zou kunnen. Ik bedoel, jij zegt dat wel zo nonchalant. Maar jij hebt natuurlijk je ervaring, je hebt jouw opleiding enzovoorts. Dat je toch wel weet dat je ergens naartoe gaat. Ja, maar een opleiding en alles wat je leert, dat zit eigenlijk nog vast in je hoofd. Want je gaat aan mensen nadoen, je gaat technieken leren. Je gaat leren hoe diepte moet, hoe perspectief moet, hoe kleuropbouw is. En dat is eigenlijk allemaal nog anderen nadoen of proberen zo goed te worden als die anderen. Of dingen die je gezien hebt, een beetje te veranderen. Terwijl de echte vrijheid en op jezelf reageren eigenlijk nog wel een veel grotere uitdaging is. Maar de rest neem je natuurlijk mee, want ik kan dit niet. Ik zal dat ook nooit zo kunnen, want je hebt toch dat andere impliciet wel in je. Al die technieken. Je hebt wel een beetje leven ervoor nodig. Ja, tijd. Ja. Tijd is wel heel belangrijk. Ja. En lef ook. En vertrouwen in jezelf, denk ik ook vooral. Bij schilderijen die af zijn, is de sprong van daar naar waar we het net hadden, daar op de grond, erg groot? Nee, is niet erg groot. Want deze schilderijen zijn op dezelfde manier begonnen als dat je net zag. Het begin is altijd heel makkelijk, maar daarna ga ik er ook meer naar kijken. Maar dit zijn mijn avonturen, mijn gebaren met mijn armen, mijn spetteren en spatteren. En het leuke is dat het uiteindelijk, het is heel materieel in het begin. Het is verf en gebaren in je lijf en je gemoedstoestand. Uiteindelijk wordt het ook iets geestelijks volgens mij.
Dat is iets wat kunst ook heel goed kan doen, omdat het heel erg refereert aan iets in mezelf. Maar die referentie van jezelf, die moet wel bij anderen ook weer aanslaan, want anders doe je het alleen voor jezelf en dat doe je vast niet. Nee, maar dat is het hele leuke van abstract werken, dat het juist bij andere mensen heel veel oproept. Gevoelens, emoties, hun eigen verhaal. Ik hoor bij abstracte werken van mensen heel veel hun eigen verhaal. Wat zij erin beleven, wat zij erin zien. Is dat dan misschien het voordeel, een raar woord, maar het voordeel van abstract, dat mensen daar meer mee kunnen doen dan naar een schilderij, wat een heel duidelijk precieze afbeelding is? Nou, ik merk wel dat mensen meer tijd kijken naar abstract werk, omdat ze misschien meer zelf moeten gaan denken of zelf een mening moeten gaan vormen dan werken die gewoon al netjes kant en klaar en makkelijk zijn. Het is misschien wat moeilijker kunst, maar je trekt wat meer tijd uit mensen ermee. Je treft ze misschien ook beter. Dat hoop ik dan maar. Dat hangt van de persoon af. Maar ja, dat hoop ik. Ja. Dan gaan we dadelijk even naar de overkant. Daar hangen ook doeken met bomen. Maar die zijn toch van een iets ander soort, denk ik dan maar. Ja, het zijn een beetje twee kanten van mezelf. En twee kanten die ik alle twee heb. Ik kan niet altijd deze emotie hebben. Ik ben ook heel rustig iemand. Een heel meditatief ingesteld iemand. En daar komen deze bomen eigenlijk wel heel mooi tot zijn recht. Deze zijn, ja, voor mijn gevoel ook een beetje op zijn Japans geschilderd. Maar die schilder ik veel rustiger. Er zit wel heel veel energie in, want er zit veel beweging en vlak in. Maar het is meditatiever geschilderd dan wat ik net liet zien, zeg maar. Waar het gebaar en alles in zit. Mag ik ook zeggen dat het iets beheerstig eruit ziet? Ja, dat is gelijk duidelijk. Ja. Ja. En dat is wat de kijker ook al gelijk opmerkt bij schilderijen. He, bij dat abstracte werk is de kijker ook wat opener. En bij deze, het kijken naar dit werk, kan de kijker ook al meer beheerst reageren of meer in zichzelf blijven. Ik denk dat je daar in essentie ook treft wat mensen sowieso hebben. Niet alleen kunstenaars, maar iedereen heeft wel een kant die wat rustiger is, wat meer beheerst en een wat wildere kant, toch? Ja, dat denk ik wel. En toch denk ik dat deze doeken ook nog heel veel energie uitstralen en energiek zijn. Het zijn bomen, het stelt ook iets voor. Het is een boom in relatie met zijn omgeving. Want voor mij is de omgeving en de boom, ja, is één geheel. Maar het is allemaal wat beheerster gevoeld en wat beheerster gemaakt. Kan je dat nou oproepen, dat je zegt de ene dag doe ik het op deze manier en de andere dag op die, of is dat echt iets wat uit jezelf komt? Nou, dat explosieve, daar moet je wel de lef voor hebben, zeg maar. Dus je moet wel goed in je vel zitten, ja. En je moet het aandurven met jezelf vooral in eerste instantie, om dat gewoon maar te laten gaan. Dat is natuurlijk niet elke dag zo. Dat is niet elke dag zo en daarom is dit schilderen meestal wat makkelijker. Heb ik ook wat minder ruimte voor nodig, want hier, wat je net zag, ja, dat spettert, ja. Heb ik meer ruimte voor nodig. Moet mijn geest ook wat opgeruimder zijn en echt een beetje meer als een leeg vlak in mijn hoofd ook kunnen beginnen. Ja. Terwijl deze gewoon wat doordachter zijn. Maurice, wat ben je hier nou toch aan het doen? ja, voor de goede verstaande, ik ben aan het strijken. Alle kleding, alle ontwerpen beginnen uiteindelijk met iets met een stofje of een materiaal. En dat moet je meestal eerst even strijken. Dus aan het strijken. Niet achteraf dan? Ja, soms moet je achteraf strijken, maar je kunt beter vooraf strijken. Het goed geknipt is het halve werk, goed geperst is het halve werk. Dus ik pers naden, ik pers stof vooraf. Als het eenmaal klaar is, wordt het nog één keer gestreken. En dan, wat mij betreft, hoef je het nooit meer te strijken. Nou, dat met de laatste ben ik het eens, maar dat gelooft niet iedereen. Ja, nou, daar kunnen we het lang over hebben, maar ik ben van het niet strijken nadat het goed gestreken is. Nou, heb je hier, Maurice, allerlei kleuren van zwart tot wit, maar alles ertussen. Is er nou een kleur waarvan je zegt, dat is toch bij heel veel mensen een favoriete kleur? Ja, bij heel veel mensen is de meest favoriete kleur eigenlijk geen kleur of alle kleuren. Zwart, dat is geen kleur, of wit en dat is alle kleuren. Is dat zo? Ja, jij
komt binnen en gaat met mij aan de slag omdat jij iets wilt, kleding. En uiteindelijk na een paar maanden verder zit er iets waarvan je tegen mij zegt, wauw, het is voor mij op maat gemaakt, zit als gegoten. En wow, ik had helemaal geen idee dat het dit zou worden, want het is totaal anders als wat ik in gedachten had. En dan is het materiaal, is het de kleur, de vorm, de grapjes die erin zitten. Want ja, ik vind... Jij houdt van grapjes, hè? Zonder humor, een dag niet gelachen is een dag niet gehuild. En als je in kleding geen grapjes kunt maken, ja, ik vind het op straat ontzettend saai. Ik kom daar zelden leuke dingen tegen af en toe. Maar als ik dan eens tussen de designers loop, dan moet ik af en toe wel lachen, ja. Jij mag ook grapjes maken, hè? Als ik een grapje op straat maak, heb ik kans dat iemand beledigd is. Maar jij mag dat natuurlijk doen met jouw modische ontwikkelingen. Ja, mag. Ik doe het gewoon. Dus in juist. Maurice, nou is het wel veilig om iets te vragen, denk ik. Want hij hangt ongeveer nu hier vooraan ook zo. Ja. We zijn decent. Ja. We zijn decent. Decent. Ja, grappig. Dat is een modewoord dat ik al heel lang niet gebruikt heb. Op de academie ging het over decent. En decent is nog steeds dat... Ja, voor mij heeft niet gelijk de tiet en de kutshow te hebben. Dus ergens waar die tepels zitten, daar houdt ongeveer de blik op. Zodat jij als wellustige man allerlei fantastische gedachten krijgt, maar je ziet eigenlijk niks. Dus decent is, wat laat je wel en niet zien? Ik ben bezig om een collectie samen te stellen uit oude collecties en nieuwe collecties voor de Red Hat Fashion Day in september. Kom allemaal kijken, beste mensen. En... in mijn ontwikkeling van kleding. Ik zit ergens op dit moment tussen leer, linnen, zijde, breien en nog wat in. En ik miste nog een enigszins opwindend erotisch corset. En iemand liet laatst vallen dat zij wellicht toch wel een leren corset wilde hebben. Ik denk van nou ja, 1+1 is 2. Dan heb je gelijk een model. Kun je alvast voor jezelf oefenen. En van haar kan ik horen, wat wil jij? Ja, en dat is dan allemaal voor september. Dus je hebt nog wel even tijd. Ja, in de kleding mag heel veel, moet niks. Maar uiteindelijk als de klant zegt, ik wil een corset met baleinen, dan zal ik baleinen moeten gaan vinden. Waarschijnlijk op walvissenjacht en nog kijken waar ze te vinden zijn. Want het vak sterft uit. Het vak van corsettenmaker? Van corsettenmaker, maar van kleermaken. De kennis en kunde wordt steeds minder uitgevoerd. We vliegen heel snel naar China. We bestellen een container met kleding en we verkopen het hier alsof het maatkleding is. Maatkleding laat je op maat maken in een atelier ergens in Breda of in de wereld. Dus het vak sterft uit. En het corset heeft een ontzettende historie. Dat gaat misschien wel 1000 jaar terug dat ik jou als vrouw aanstond te snoeren. Totdat je een wespentaille had, figuurcorrectie, schoonheidsideaal. Maar dat zie je niet nodig, zie ik. Want deze heeft al een aardige gecorrigeerde figuur. Dit is een dame van misschien wel V&D van lang geleden of een vergelijkbare toko die failliet is gegaan. Ik schat een jaren 60 figuur. En alle, als je door de geschiedenis heen kijkt, alle figuren veranderen. Dus het model moet tegenwoordig graadmager zijn, maar op straat zie ik het niet, want we worden steeds dikker. Dus voluptueus mag weer. En het corset zou daarbij kunnen helpen om weer figuurcorrectie toe te passen. Dus van die klant, geen idee wat je wilt, laat het mij weten. Ik kijk wat ik daarmee kan. Ik denk een corset, ja, in leer heeft toch weer een bepaalde uitstraling. Ik zit te twijfelen over kleuren en misschien moet ik het boek toch maar eens gaan bestellen. Zwart was mijn eerste gedachte, maar ik kwam deze gisteren tegen prachtig zilver. En dan denk ik tegenwoordig, goh, 50 Shades of Grey. Vroeger had je daar hele andere boeken die je las. Erotiek druipt altijd door kleding heen. En ja, maar dan zie ik het boven jou. Dat is uit een oud theaterstuk, Identity and Gender. Ik heb jarenlang theaterstukken kleding gemaakt. En ik kwam uit op leren maskers, zodat het niet uitmaakte of nou de jongen of het meisje in de kleding stond. Ze hadden alle twee androgyne kleding aan. Alleen die gozer was 2 meter lang en het meisje was 1,5 meter. Dus dat was wel duidelijk. En dit was een van de karakters daarvan. Iedereen heeft vrouwelijkheid, mannelijkheid. Ja, dat masker weer bekijkend, natuurlijk een heerlijke mannenkop met forse bakkenbaarden. Maar er staan daarboven op de kast staan ook dames leren koppen. Dus het was maar net welk typetje je aantrok. En voor de spelers, theaterspelers, die konden inderdaad als man kun je net zo makkelijk dan een vrouw spelen. Je bent een mooie blauwe kleur aan het knippen. Die is toch niet van mij, hè? Ja, dat is jouw blauwe kleur. Ik vroeg straks aan jou wat jouw lievelingskleur was. En ik dacht dat dit blauw
leren lapje jouw lievelingskleur is. Dat is het ook. Zeker weten. Dat is heel mooi, want ik heb voor jou bedacht dat ik zo meteen even heel snel een hoesje maak om visitekaartjes in op te bergen. Of je ID-kaart of wat je tegenwoordig bij je moet hebben. Want ik beloof jou laatst mijn visitekaartje en dat vergat ik helemaal mee te nemen. Sorry, klein cadeautje voor jou. Dankjewel. En nou even kijken. Ja, ik zat op de kunstacademie, ik moest eindexamen doen en ik ben allerlei mensen gaan vragen van heb je nog zo'n paar muntjes over van je vakantie? Nou, dat werd mijn... beroemde muntenjurk. Mijn muntenjurk. Waarom kreeg je zo ontzettend veel positieve reacties? Want mensen zeiden ook van wauw, dat is ook wel wat. Ik bedoel, daar heb ik al dingetjes van gelezen. Kwam dat door dat gebruik van die muntjes of gewoon door het idee dat je dat samenvoegt? Dat je dus mode en muntjes gewoon kunt samenbrengen in één? Als kunstenaar ben je niet doorlopend bezig een filmpje te bekijken, maar er gaan van allerlei dingen, gedachten, plaatjes, beeldjes door je heen. Dus ik kom terug uit een reisje Parijs met mijn aanstaande ex-vriendin en ik zat de hele reis naar mijn handjevol muntjes te kijken en ik zie een model voorbij lopen in ongeveer dat jurkje uit muntjes. Dus alleen zei de gek, ik ben gaan proberen het aan elkaar te verbinden. Iedereen verklaarde me voor gek, moest het vooral niet doen. Het was belachelijk, sloeg nergens op, onzin. Tot aan mijn afstudeermodeshow op Sint-Joost. Deze jurk sloot mijn show af, dus de bruidsjurk. Want traditioneel show sluit af met een bruidsjurk. En ik sloot de show af. Staande ovaties, huilende mensen. Ja, maakte ontzettende indruk. De jurk is 25 kilo zwaar, net zo zwaar als zij. Dus je ziet ook dat ze... Het is niet even zomaar een kledingstukje showen. Nee, er loopt daar een kunstwerk. En ja, de manier waarop het geshowd werd met de muziek. En voor mensen ook, want iedereen stelt zich dat voor. Neem maar eens een handvol muntgeld. En dan denk je van ja, daar kun je helemaal niet zoiets van maken. Dus het is, er zit een onmogelijkheid in, er zit schoonheid in. Alle mannen denken waarschijnlijk van, oh, wat kan ik van je zien? Nou, je kunt dus eigenlijk net niks zien. Dus ja, de Saint-Jurkje, maar wel op en top erotisch of macht of onbereikbaar mooi. Geen idee wat het allemaal exact bij mensen doet, maar ik zie het elke keer aan de reacties. Ja, de mond valt open, mannen beginnen bij wijze van spreken kwijlen. En dan denk ik van, ja, wat is dat dan? Dat was mijn jurkje. Al zolang als ik hem heb. En heel trots op nog steeds. En terecht, dankjewel.